Groupon de Max heeft trouwens staat op. Bro. Rustig door, Sven heeft verneukt voor mij haast. Bro, Sven reed gewoon in het midden van de baan, omdat iedereen daar crashte. Man. Nu nog niet. Wat zit er achterin? Een Cisco. Go get him, Tiger. Nee. Ik ben zelf weg aan het trainen van die auto mee. Nu nog, want ze zijn nog niet aan het slapen. Suske is er een steenaar in, denk ik. Turn on them VDT for me. Turn crashed. Ik ga deze fucking gast pakken.
turn, kunnen easy en al. Hij heeft denk ik meer downforce, dus hij is traag op de straight. Dus als je boost oplaat achter hem en dan boost van hem weg, gaat hij waarschijnlijk niet meer terug in je slipstream kunnen. Dus dat is de manier hoe ik hem nu heb inhaald. En nu ben ik achter Panda aan. Panda heeft ook trager setup. Ja, dat zie ik wel. Ik kom net dichtbij. Die heeft echt low high downforce ofzo, man. Ja, gast. Maar die gebruikt die setups. Dan zouden ze zijn om die setups te verbannen, maar de dikke zie je. Dat zou pas kiezen, hoor. Maar laat gewoon, als je... Je zou eigenlijk zelf moeten weten, oké, ik vind deze chill, of nee, ik wil gewoon veranderen. Like... Easy, kijk die... Bro! Gaat easy in, hè. Oei, ik kom zo dichtbij. Tim, kijk, zie Tim gewoon rustig doorheen. Is van de... Is de van! Heeft wie? Die bocht op hun nek? Wie? Panna. Panna heeft die bocht op hun nek. Ik heb zwaar knop nu. Ja, die heeft gekloot, ja. Mijn is zijn... Oranje. Mijn zijn bruin. Ja, of bruin. Zo. Dan kan ik toch nog een rondje. Ja, piep nu dus. Ja, maar ik remde daar een beetje af in de hoop dat je wat dichter kwam. Ja, kom. Heb je wel slipstream of? Nu wel. Oh, langs hier, oké. Dat had ik niet verwacht, maar oké. Want ik ga dan pitten nu. Wacht, ik gebruik het beetje boost dat ik nog had. Om wat dichter te komen. Het enige dat nu nog kan gebeuren in een achterleer. Dat komt niet bij ons. Ja, ik heb een beetje boost. Pas eens heb sowieso iemand mijn slips toe. Ik heb het. En dan rem ik gelijk een beetje af en dan ben ik voor, ja. Ja, ik ben aan het rijden, Panda komt er, ah nee, MVDT, oh nee, die moet. Waar de fuck sta je in de coaster dan? Ja, maar ik dacht dat ik pitte, maar mijn banden waren denk ik niet volledig, dus dan bleef ik nog langer, dus ja. Maar als ik achter die MVDT even... MVTT neukt zijn bocht ook op. Maar iedereen neukt die bocht erop. Geniaal om te zien. Ik ga mijn boost denk ik niet gebruiken, want als er dan een echt dichtbij komt, kan ik er van weg boost. Ik denk dat ik dat beter toch doe, ja. Ja, maar stel dat ik iets opneuk, dan kan ik wel boosten om weer weg te gaan. Want het ergste uit gaan letten. Nee, 26 seconden, Tim. 31, ai. 4 seconden ja. Van Panda. Ai. Ik zit in die kutrie ook echt. Oh, mijn vragen, jongen.
Ja, bro, 26 seconden. Ik ga toch niet zo lang gaan afremmen, hè, man. Fucking hell. Ik moet toch nog pitten, dus al ja. Ja, dan nog. Ik heb die bocht opgenukt ook. Ja. Ja, en ik mis nu een keer mijn checkpoint. Echt, jongen. Krijg ik het scheid soms, hè. Ja, maar ik... Maar het was gewoon om ook naar mijn tijd moest kijken, hè, serieus. Ja, ik nam hem iets te vroeg en dan ging te wijd ook. MVDT die hem bijna weer opneukt. Ik denk dat hij aan het afremmen is om dan slipstream aan dingen te geven. Dat gaat niet helpen, ik heb full boost al. Ik ben gepit. Nee, voor een lap. Bro. Ja, toch sneller op deze, kom dichter bij mij. Nee, een achterleer. Een achterleer. Turn Stellaard. Ik word toch gebukt door die gast. Was die blauwe laf? Ik heb al checkpoint gemist en in die kut driehoek gegaan door u, dus... Ja, ja, zo bij die kutte bocht. Dat je als je er buiten gaat, ja. Ja, nee, maar... Ach, teun. Turn wat met beuken, bro. Oké, ja, 15 minuut. Maar bro. Ja. Bro, wil mij expres beuken, gelukkig dat ik remde. Ik ben er voorbij. Huh?
Huh, hij is gecrashed ofzo. Of, oh. Hij is checkpoint gemist waarschijnlijk. Hallo. Hé, hey, maar dat ga ik wel naar Via sturen hoor. Serieus. Ik remde net op tijd, want hij ging vol naar rechts en hij ging zelf af de track daardoor. En ik ging net... Ja, echt wel, joh. Hij is daardoor waarschijnlijk ook die checkpoint geweest. Maar hij had het... Oftewel dat hij het door had, wat hij mij gewoon nog een keer beuken voordat hij ging respawn. Dat kan ook. Hero remde af om dan uiteindelijk in mijn slipstream te zetten, maar ik ga dan pitten deze ronde, zodat hij ook in de pit misschien gaat. Nee, ik ga niet te pitten, dat is dom, nu heeft hij geen boost of niet. Want hij remde echt super hard af, dan zat hij achter mij. Maar die gast gaat precies ook weer meer beginnen meedoen, man. Two times champion. En MVDT crasht, zwaar. Krijgt een randje en crasht. Dat is kut. En ik reed achter hem. Oh, ik blijf vast hangen achter een randje. Het leuke is, zonder boost kom ik ook nog dichter bij Hero. En als ik dan dichter kom, zal hij in mijn slipstream zitten. Zou hij afremmen, maar ik heb dan nog juist boost van daarnet. En dan kan ik uit die boostzone. En dan is hij trager op de rechte stuk. En dan heb ik hem eigenlijk zoals. Hij kan misschien wel rijden, maar hij is niet slimmer. Wie? En hij gaat pitten. Ik moet niet pitten. Maar dan ga ik juist boosten, zodat hij mij straks niet meer... If you are not faster, then you need to be smarter. Ik zit al boek al niet meer te goed boosten op een tante stuk. Bro, allee, ja, hier op Panda Max, dat is de eerste, de Nederlander, zo. Oh ja. Ja, maar ik ben niet altijd met Hero in fight geweest om hem eigenlijk zo ver mogelijk naar achteren deels te krijgen. Ik zat er ook aan niet drie ook. Fan voor mij. Ik durf die bocht niet meer voor haast pakken, man. Tim, kijk eens op de map.
zijn drie mensen die aan het, denk ik, aan het slipstreamen zijn ofzo, of ze Daan daar tussen ook nog, dus nog een keer. Het is een groepje van drie, vier personen, dat gaat waarschijnlijk... Rekoster... Allee, Siska waarschijnlijk? En nee. Panda of Panda niet? Ah, ik weet niet, ze zitten allemaal te... Oh ja, ja, hallo, jongen. Ik zie al... Oh, ze crashen, ze crashen! Wat is dit? Wat, Johans, die panda zit hier! Ja, wel. Ja, maar wat is dit? En ik kan gewoon verder rijden, hè, like, bro. Bro, ze blijven... Ze gaan steeds meer en meer naar achteren. Ze dachten, ja, wij willen een leuke race op onze eigen. Laat die anderen maar wegrijden. Als ze dan nu weer al denken, dan... Allee... Zo, maar... Ja, mijn backwing is eraf, gast. Rekoster, Rekoster... Nee, ik ben net voorbij die pit. Bro, Rekoster turn... Die gast stuurt gewoon op mij. Bro... Ja, maar ja, serieus, ja, nou kunnen mij na het team. Oh, echt waar, joh. Ja, ja, gelijk, anders nog een keer, man. Beter wacht jij nu, hè, Tim. Bro, ik ben gecrashed twee keer. Ja, door u. Ik moest naar mijn tijd kijken. Hoe ver dat jij achter stond. Maar die Rekoster kan niet rijden of zo. Bro, ik word ook gebeukt hoor. Maar ik word ook gebeukt, jongen, daarom zeg ik bro. Ik ben helemaal aan de zijkant gebeukt. Bro, oh my god, hier. Maar ze beuken mij expres. Ja, bro, dat was ook hetzelfde bij mij, jongen. Maar dat was hetzelfde bij u, jongen. Ik is dan altijd Tim, jongen. Bro, wat gebeurt er daar voor mij dan? Hallo. How is it? How is it? Bro! Maar ze beuken expres. Nee, ze doen een gekke comeback op mij. De een beukt een ander en die ander vliegt tegen mij. Hé, maar deze race gaat wel mee tellen hoor. Serieus, nu hebben we alle drie een keer goede punten. Ja, hé. Nog niet zijn van...
Gewacht! Gewacht! Je ging doorheen! Wat zeg je? Nee! Nee! Spreek niet tegen mij! Spreek niet tegen mij! Nee! Nee! Concentreer dan! Gekke fitty! Ik zie daar voor mij, gekke fitty! Ik sta vast! Broer, zo zou maar lappen. Ze zouden maar allemaal van de trek vliegen. Maat, Oké, doe jij dan hetzelfde, messietjes. Ik vind het wel grappig. Ik weet niet waarom je niet. Turn naar mij hier weer expressbuur. Ik zou mij verbazen als ze ooit clips van mij zouden sturen, dat ik iemand breek, maar ja, af en toe gebeurt al eens. Ik zou mij verbazen dat deze race zou gebeurd zijn. Maar gewoon weer gebeurd. Ja, het er helemaal af, jongen. Helemaal omgekeerd alles. En ze wachten ook gewoon, net tot als ik bij hen kom. Ey. Jij als de standingsman, jij doet die punten niet aan, maar. Maar, dus jij DSQ's dat van gisteren, of wat? Ah, wel, nu krijgen zij allemaal een DSQ. En wij niet. Punt. Nee, maar. Maar die Rekoster werd gebeukt en vliegt dan tegen mij, maar. Boeien. Ik stond toch al daar en ik heb er. Ik heb geen plek verloren en ik heb geen plek gewonnen, dus ik hoef geen clip te sturen. Dat is wat ik denk. Nou, heeft het zin om clips te sturen? Niet dat ze daardoor penalty krijgen of dat wij een hogere plek gaan zijn. Oh, wow. Sta eerst, zij blij. Ik dacht dat ik weer geen derde ging worden. What the fuck is this? Oh, maat, je ziet Hans die branden daar. Dus. Tim, die vier punten dat ik daar op dat papier kan geschreven, dan moet ik er afhalen. Ja, want ja, DSQ dan, dus. Ja, boeien, ik heb vandaag punten bij. Nee. Hoezo? Ik
zit totaal niet bij mensen zelf. Ik ben ze al 3 of 2 keer gelapt ofzo. Nee, behalve die This Is Sven, die rijdt wel nog redelijk door, maar zit wel een minuut achter op mij, dus. Je zou maar Rick Koster zijn en een... Wacht, Rick Koster... Ik zat met een paar punten achter Koster, dus. Ah, oh, nee, Teun sta hier alweer te wachten. Bro, ze wachten gewoon. Japla, Teun vol tegen mij. Japla. Teun heb ik al gedaan, Crash. Narcisca en Panda. Hé, dat is hier goed. Ah, nee, Rick. Maar allee, Rick. Ja, en ik word gebeukt voor de lucht in. Bro's gaan traag aanrijden, links en rechts. Ik ga er gewoon vol midden door gaan. Meid. Maar waarom aan die... Ja, het is gewoon, ik weet niet hoeveelste dan ze gaan eindigen of wat ze gaan doen, hè, maar wat is er? Wow, ik dacht echt dat iemand anders naar slip ging met slipstream. Wow, ik dacht dat dus ook. Blijkbaar ben ik een van de trager. Nee, dat gaat leuk worden. Want nu hebben ze geen doel niet meer. Dus nu gaan ze daar zo stom zitten. Jeetun. Turn van mijn beuken. Dus Sven gaat 4e eindigen, dan gaat dingen af. DNF counter. En als Rick Koster dan laatste gaat staan, dan krijgt hij het minste punt en ik meer, dus dan ga ik hem waarschijnlijk ook in halen in de stand. Zomaar dat doen. Zeer leuk. Oh, ja. Hij kost er helemaal achteraan. Dus dan moet. Maar waarom begint die in één keer te beuken, man? Dan moet dan. Wacht, hoeveelste. Je zei. 18. Dan heeft 26 punten bij. Plus 26 is gelijk aan. Wacht, hè. Is 100 punten precies, denk ik. Ja. Dan ten eerste. Die punten erbij is. Is 63 is 71
punten, ja. Rick Koster. Wacht, ik ga juist even voor het gemak dat in de groep sturen, die screen, dan kan ik het gewoon rap opschrijven. Of op dat dingen. Gewoon even hier in de groep. Rick Koster is dan zevende. Hoeveel krijg je er? 5 is 10 punten, 6 is 8. Is dat 6 punten? Denk ik. 6, 4. Ik denk dat dat 6 punten is. Dus als deze 6 punten erbij krijgt. Wat is het? Wat? Ik krijg 15 punten. Siska is 6, de hoorn is 8 punten toch weer. Hoe dan? Wat is het? Gewoon tim, jongen. Dat is 8 punten erbij. Dat is die fucking glas crasht. Jeet, ze deed niet mee. Hero is 5e geworden. Ja, hier.